Ik heb hier de Motorola Razr weer voor me liggen. En ik heb inmiddels een andere launcher geïnstalleerd, dus Launcher Pro. Ja, dat werkt echt vlekkeloos, echt super snel. Het gaat echt allemaal super snel. En ik ben er persoonlijk wel een fan van deze launcher. Contacten, ja, alles werkt gewoon super goed. 205 contacten staan erop en ja, goed zo. Je kan er gewoon doorheen vliegen. Launcher werkt dus ook erg goed. Ik heb hier de 3D app drawer. Dat werkt gewoon allemaal vlekkeloos. Ja, nogmaals, het scherm is gewoon echt prachtig. Als we bijvoorbeeld een spelletje opstarten zoals Field Runners HD, dan is dat wel goed te zien. De helderheid van dit scherm staat in dit filmpje trouwens op 50%. Zodat jullie daar ook een goede indruk van hebben. Ja, het spel gaat bijna starten. Daar gaan we. Ja, het is gewoon echt een prachtig scherm. We gaan snel weer terug. Dit is de launcher. Wat natuurlijk ook wel erg gaaf is om te weten, is dat het makkelijk 1080p video's af kan spelen. Wel in bepaalde formaten, zoals bijvoorbeeld MP4. Ik heb bijvoorbeeld een Avenger trailer geript van YouTube. In 1080p. En dat ziet er dus zo uit. Nog steeds verbaasd van het geluid wat uit het apparaatje komt. Dat is ook gewoon echt best wel gaaf. Helemaal met headset natuurlijk voor in de trein en voor in het openbaar vervoer. Maar we klagen niet. Nou, beeldscherm is gewoon echt fenomenaal. Voor een andere clip van Rammstein is deze de nieuwste clip. Lekkere kleuren, een beetje oversaturated, maar het werkt gewoon allemaal echt goed. Ik moet even focussen, omdat ik er geen zin in zie. Ja, daar zijn we weer. Ja, het werkt gewoon allemaal echt heel erg goed. Het is gewoon een prachtig toestel. De snelheid is ook echt werkelijk echt perfect. Ik heb inderdaad ook nog steeds mijn screen protector erop zitten. Ja. Nee. Nee. Nog een keertje. Ook niet. En de laatste dan. Hoppa. Ja, het werkt gewoon allemaal echt goed. Hij heeft nergens problemen mee qua snelheden of qua kracht of
Het is gewoon echt prachtig. Het laatste wat ik wil laten zien is een pinballspel. Misschien bekend bij sommigen van jullie, Pinball HD voor Tegra heet het. En dat is echt een prachtig spel. En helemaal op deze device. Het werkt allemaal super snel. Ik wil even de diep spelen. Vind ik persoonlijk echt een mooi level. Heeft meer te maken met de oceaan. En we zijn er klaar voor. Zo. Het geluid is ook echt helder wat eruit komt. Terwijl er toch maar één speakertje in zit, voor zover ik het goed kan weten. Ja, het is gewoon echt perfect. Het is mooi. Het werkt goed. Uiteraard ben ik af. Ja, het werkt gewoon allemaal echt fantastisch.